Van Echt gaan we door naar de eenheid Rotterdam in de havenstad op de Prins Alexanderlaan. Surfjanten Wim en Evert naderen een zebrapad. Op de parallelbaan rechts van hen zien ze een Audi wegrijden. Maar de bestuurster verleent geen voorrang aan de man die oversteekt. Er kwam een voetganger en hij liet hem gewoon niet voorgaan. Goedemorgen. Mag ik even uw rijbewijs? Ja, ik heb wel een ID-kaart. Ja, ik wil graag uw rijbewijs zien. Heb ik het vergeten volgens mij? Ik heb een ID-kaart. Bent u wel in bezit van een rijbewijs? Jawel. Waarom heeft u niet bij u dan? Ja, ik heb het wel vergeten. Ja, maar die moet je niet zitten achter stuur. Heel... Overigens, je krijgt een bekeuring voor het niet voor laten gaan van die voetganger bij de voetgangersoversteekplaats net. Oh, echt? U reed net weg bij het station. Ja. En toen staken er twee mensen over. En er kwam er nog eentje achteraan. En daar ging u tussendoor. Ja. En voetgangers op een voetgangersoversteekplaats. Dat heb ik niet opgelegd. Misschien hebben we het op film staan. Hallo. De actie zelf staat er niet precies op. Okay. Maar ik kan wel de voetgangers aanwijzen waar het over ging. Hier, deze voetgangers zijn het. Die mensen die hier beginnen. Deze steek over, die maar laat u voor. Nu komt u eraan, hè? Maar deze meneer, die moet stoppen voor u. Ik heb toch geen verkeerde ding gedaan? Ja, u moet hem ook over laten steken. Dit is de eerste keer. Tot nu had ik nooit boete gekregen. Nee. Dus dat is voor mij is het een beetje... ja. Ik heb het nooit meegemaakt. Dus hoeveel, boete gekregen? Ik ga kijken. Het zijn... Oh nee, alsjeblieft. Het is een slechte situatie. Deze krijgt u vast van me terug. Boetebedrag wordt niet aangegeven. Oh. Het bedrag wordt door justitie vastgesteld. Het zou best meer dan €300 kunnen zijn. Nee, echt? Ja. Ja. Maar dat heb ik niet gezien, echt. Nee, maar het is wel uw taak als bestuurder om dat te zien. Het gebeurt regelmatig dat voetgangers op een oversteekplaats aangereden worden... U wordt van tevoren door de bord gewaarschuwd ook. U kunt de voetgangersoversteekplaats zien. In dit geval kwamen er ook nog twee andere voetgangers. Maar ik heb wel net die video gezien en ze gingen wel weg. Ja? Ik moest niet wachten eigenlijk. Nee, maar u heeft die twee andere voetgangers heeft u ook niet gezien? Nee, die heb ik echt niet gezien. Maar die staken voor u, die staken voor u over. En dan komt er nog een derde komt eraan lopen en dan hoort u gewoon maar te stoppen. Ze waren echt ver. Ja. Nee, we waren niet ver. Dat geloof ik niet. Oké, als het zo is, dan kan ik niet zeggen. U krijgt de brief thuis via het CJIB. Uh-huh. Lees die goed door. Ja. Kijk wat voor bedrag erop staat. Kijk wanneer de boete betaald moet worden. Ja. En kijk ook even naar de gegevens die erbij staan. Als u het er niet mee eens bent, u wilt bezwaar indienen. Ja. Lees dat dan even door en dien het bezwaar in. Prima. Ja? Ja. Oké. Okay. Dank u wel. Dan laat ik het hier verder bij. Een fijne dag verder. Dank je wel. De vrouw mag haar weg vervolgen, maar wel met een hoge boete in het vooruitzicht.